Morning, het is zaterdag en het wordt echt 4 of 35 graden vandaag. Dus ik ga het super rustig aan doen. Ik heb natuurlijk voor mijn doen best wel een hele drukke week gehad. En die warmte helpt ook niet echt mee als je geïrriteerde longen hebt. Dus rustig aan vandaag. Ik heb ook echt geen make-up op. Ik heb een zwart hemdje aan en een zwart sportbroekje. Het interesseert me allemaal even niks. Ik probeer zo rustig mogelijk te blijven en deze dag door te komen. Zo, ik moet eventjes... Ja, dat vind jij lekker, hè? Ik moet hem heel even kammen, want hij verhaart enorm op de een of andere manier. Al zijn winterdons komt nou ineens eraf. Dus eventjes... Ja, kijk dan. Kijk dan, Pip. Wat je allemaal verliest. Ja, dit zit helemaal op mijn kleren. Kijk. Kijk, is allemaal dat winterdons. Het eraf. Ja, voor af hè. Voor eraf. Kijk dan joh. Oh, wat een hoop joh. Ja, dat jeukt hè. Ja, dat jeukt. Kom maar. Ja. 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 Snuffy wil ook even hè. Wil je ook even? Ja hè. Ik ga ondertussen dit eens even doorkijken. Nederlandse vleeskeuring. Ik heb al het een en ander gezien en die volgorde die... Nee. Laat ik er maar niks over zeggen. Ik zal jullie even de top 10 laten zien, want anders snappen jullie natuurlijk niet waarom ik redelijk verbaasd ben. Op 10, Linda Hakenboom. Dan... Dit is trouwens wegens haar verdiensten voor het vastleggen van haar chemotraject. Dat ze op 10 staat. 9. Dat snap ik wel. Nooit van gehoord. Misschien jullie. Nou, dit snappen we natuurlijk ook wel. Dit. Leuke vrouw, maar nummer 5. Hmm. 4. Abby Hoes. 4 van 500. En Iman Hammam. Dat snap ik wel. Dit snappen we natuurlijk ook. En dan nummer 1 is Romy Montero. En Jolanta staat op nummer, dat was het, 18 geloof ik. Sylvie Meijs staat er niet eens in. Nikki Plessen staat op 200 nog wat. Dus ja. En helemaal achteraan. Van dit soort dames. Ja. Dus geen idee hoe dit tot stand gekomen is. En we snappen gelijk de volgorde. Het was namelijk voor het eerst een geheel volledige vrouwelijke jury. Kijk. Dat zegt een hoop over deze volgorde. Ja. Nou, dat was het weer. Onzin magazine van het jaar. Pippi heeft het ondertussen heel erg warm. Zit lekker op de koele tegels. We eten vanavond zeebaars op een bedje van zeekrauw en een super lekker sausje, maar ja, dat kunnen jullie niet proeven. Zit er nog specifiek iets in wat de smaak maakt? Wat de smaak maakt? Ja, nee, je maakt hem eerst met een heleboel ingrediënten en dan zeef je hem. En dan moet je zorgen dat hij gaat binden en dan gooi je een deel weg. Dus dat, nou, hij is in ieder geval heerlijk. Dit, met dit wijntje erbij. Pinot Gris. Step. Germany. Germany.
Morning, het is maandag en we hebben het weekend overleefd. Zaterdag was super warm, zondag was een hele rare dag qua weer. Ik heb gisteren eigenlijk niks gefilmd, ik ben eigenlijk gewoon aan het werk geweest en gerelaxed zoals het op een zondag hoort. Hapjes gegeten, familieavond en dat soort dingetjes allemaal. Super gezellig. Vandaag is het maandag. Ga ik gewoon weer aan het werk. Ik heb me net klaargemaakt. En ik blijf hier tot na de lunch. Want ik moet even wachten op een pakketje dat voor mij komt. Met een aantal kledingitems die ik graag wil laten zien. Dus die neem ik mee. Dan ga ik mijn koffer pakken. Want ik ga samen met Pip weer richting Amsterdam. Richting huis. Ik ben nu voor het eerst van maandag tot met vrijdag in Amsterdam. Dus dat is het langste tot nu toe. We gaan kijken hoe het gaat. Ik ben best wel tevreden over hoe het afgelopen week ging. Sporten gaat goed, lopen gaat goed. Voor mijn doen dan, hè. Want ja, ik heb wel echt een slechte conditie. En mijn spierkracht is wel echt zwaar beneden peil nog. Maar ik zie echt vooruitgang best wel snel. Dus dat is super fijn. Op de terugweg naar Amsterdam moet ik nog eventjes langs mijn tante. In ieder geval langs haar huis, want ik moet haar verjaardagscadeaus even afleveren. Dus dat ga ik onderweg nog eventjes doen. Maar ja, ik neem jullie mee. Ik ga jullie sowieso nog even laten zien wat ik aan heb. Ik heb namelijk, dat zie je zo niet, maar echt een superleuk jurkje aan. Met een hele leuke gespriem, zoals je ziet. Dus dat zal ik zo buiten nog even laten zien. En ik neem jullie mee vandaag weer. Oké, ik sta buiten. Dit is dus het jurkje. En het is echt een heerlijke satijnen stofje. Super fijn met dit weer. Lekker luchtig, maar je hebt toch als je wil ook wat langere mouwen. Dat vind ik zelf altijd wel prettig. En ja, valt tot boven de knie. Ga ik ook even laten zien. Ik heb deze schoenen er vandaag bij aan. Deze. Met een enkelbandje, zodat hij wat stevig om de enkel zit, zodat je ze ook niet verliest. Super fijn. Ook niet zo'n hoge hak. Super fijn kleurtje. Past overal bij. Heel blij mee. Dus ga ik even aandoen. Yes, zonnebrilletje erbij aan. Hij heeft trouwens ook echt deze hele schattige gouden kleine knoopjes. En deze superleuke riem. Met dezelfde stof als het jurkje. Metaal. Goud ook. Heel erg leuk vind ik. En dan is dit de outfit. Jongens, 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 daar gaan we weer. De truc met de deken is weer klaargelegd. Wij hebben de auto volgeladen en wij gaan nu richting Amsterdam. We hebben een tussenstop bij mijn tante. Ze is niet thuis, maar ik ga even wat cadeautjes voor haar verjaardag verstoppen daar. Oké, Pip zit er ook klaar voor. Ben je er klaar voor? Het is een beetje warm, hè? Ik zet heel snel de airco voor je aan. Ik vind het zo geen porum als hij het warm heeft. Moet je dat Becky zien. Oh. Snel de airco aan, hè? Ja. We zijn er bij mijn tante. Dan ga ik eens even de cadeautjes pakken, Pippi. Het heel veel zonder airco doen. Ik ben zo terug. Hier zijn de cadeautjes. Oké, jongens. Ik ben zo terug. Oké, Pippi. We zijn er. Alles gelukt. Doorgereden naar Amsterdam. Cadeautjes verstopt. In Amersfoort. Daarna doorgereden naar Amsterdam. En nu ben ik thuis. Ik ga nu eventjes de koffers pakken. En ik neem Pip als eerste mee eruit. Want ik heb geen zin dat hij hier in een warme auto zit zonder airco. So let's go. Oké. Pipje om. Zo. Kom eruit. Oh, je moet even hierdoor. Ja. Oei. Wachten. Here we go again. Pip is al praktisch thuis. Hé, Pippi? Je aan het exploren? Hm? We made it. Pippi? Nee, ik heb mij dan. Jump.
zijn weer thuis hoor. Het duurde even, want ik kwam op weg hier naartoe weer van allerlei mensen tegen die mij heel lang niet gezien hebben. Dus eventjes gezellig bijgekletst. Nou moet ik als een gek aan de bak, want de vlog is nog niet af en die moet zo online. Dus tot over een paar uur. Ik zit even aan mijn scherm vastgekluisterd de komende tijd. Het is gelukt hoor. Helemaal top. Hij is klaar, dus ik ga hem nu uploaden. En dan ga ik gelijk de deur uit, want ik neem Pip ook eventjes mee. Dan kan hij eventjes uit. Ik ga heel eventjes een bloemetje halen voor iemand die bij mij in de buurt woont hier. Die heeft iets vervelends meegemaakt binnen de familie. En dan ga ik eventjes een bloemetje langs brengen. Pippi, kun jij daar ook eventjes langs? Die hebben ook allemaal hondjes. Ja, let's go. Favoriete tas weer mee. Hij kan erin zwemmen. Dus je foto maken vanaf deze kant. Wat gaat met de hondje van jouw moeder? Is het niet? Snuf, ja. Ja, heel goed. Het is helemaal met de hand gemaakt, hè? Ja. Kijk dan. Helemaal met de hand gemaakt, dit ook. Dus vond je vet. Een draaitje om voor het pareltje? Ja, mooi. Echt mooi. Past wel de stek. Ja, deze. Dit is ook leuk. Wit-blauw. Hoi Sophie. Hi. Pips vriendje, hè? Ja, Pips vriendje. Good morning. Wij hebben net even gewandeld. En Pippi heeft net even zijn tandjes gepoetst. Daarom zit hij hier op zijn eigen kleedje. Ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben, maar hij heeft een speciaal pipkleedje. Hier staat een pipje op. Hoe cute is dat? Hij is een beetje ongeduldig, want hij krijgt wat lekkers. Hè? Als jij je tandjes gepoetst hebt, krijg je wat lekkers om de restanten weg te kauwen. Hè? Yummy. Goed zo. Klaar. Goed gedaan, hè? Ja, goed gedaan. Nou ga ik ontbijten. Morning. Het is... Oh, even iets meer open. Het is dinsdag vandaag. Gisteren was een superleuke dag. Heel onverwachts. Want jullie hebben gezien dat ik eventjes een bloemetje ging halen. Ik belde daar aan rond een uurtje of 5:30 en kwam daar binnen. En ze waren eigenlijk allebei al thuis van werk. En toen vroegen ze of ik mee wilde eten. En ja, vond ik wel gezellig. Onverwachte dingen als dat zijn altijd het allerleukste natuurlijk. Pip was er en zij hebben zelf ook 3 hondjes waar Pip het heel goed mee kan vinden. Dat is vrij uniek, want Pip houdt niet zo van hondjes. Maar Snuf accepteert die, maar dat is het wel. Dus ja, dat was eigenlijk super gezellig. Lekker bijgekletst over alles wat we meegemaakt hebben de afgelopen maanden. Want ik heb hem natuurlijk ook al een hele tijd niet gezien. Dus ja, dat was eigenlijk super gezellig. Daarna Pip nog eventjes uitgelaten. Ik heb ook nog eventjes flink wat bij het grof vuil gezet. S'avonds rond een uurtje of 10. Dus daar ben ik ook lekker vanaf. Dat wilde ik graag doen voordat ik op vakantie ga binnenkort. Dus dat is ook gedaan. Vandaag zat ik eigenlijk om 7 uur al achter de laptop vanochtend, omdat ik wat werkdingen moest doen. Er lopen nu 3 campagnes waar ik samen met het team aan werk, waarvan er eentje vandaag live gegaan is. Achter die andere 2 zit ook spoed, dus ik heb het eigenlijk super druk. Dus ja, 7 uur zat ik al aan het werk, want ik moet zo naar het centrum. Pip moet namelijk nog een keertje naar de dierenarts voor een boosterprikje van 1 van de 3 die 3 weken geleden gehad heeft. Dus dat ga ik zo eventjes doen. Ik heb me klaargemaakt. Ik zal zo even laten zien welk jurkje ik vandaag aan heb. Ook echt een super fijne. Als ik op de scooter zit en ik ga richting het centrum en het is zo zonnig als nu, draag ik het liefst iets met een mouwtje. Zodat ik niet bang hoef te zijn dat ik verbrand of dat ik onnodig veel zon pak op mijn schouders of mijn rug of zo. Dus dat is helemaal bedekt. Ik ga het jullie even laten zien. En dan neem ik jullie mee naar Centrum Amsterdam. En dit is de outfit. Super relaxed wrap dress zomerjurkje.
die ik hier, waar ik hier een taille mee creëer met de band die erbij hoort. Het is een heel dun stofje, het is wel katoen. Met een leuke print. En ja, ziet er gewoon super zomers uit. Ik draag mijn fletjes erbij, omdat ik natuurlijk even flink wat moet lopen en op de scooter zit. Dan zijn de hakken natuurlijk niet zo handig, dus vandaar. Ja. Ik heb dit jurkje overigens al eerder gekocht bij de Mango, dus die zal niet meer beschikbaar zijn. Maar ja. Usual sieraden erbij. Horloge, armbanden. Ik neem een wat grotere tas mee, omdat Pip natuurlijk meegaat op de scooter. En ja. That's it. Heb je mee, hè? In de tas weer. Pip's dekentje erin. Zo cute dit. In de tas. Zit je goed? Pippi mee, hè? Riempje, pasjes erin. En dan gaan we. Klaar? Oké, we zijn er. Geen seconde te vroeg. Want ik wil hem zo kort mogelijk in de stress houden. Hij heeft het al lang in de gaten, want hij zit te shaken als een rietje. Dus we gaan heel snel naar binnen. Prikje. En weer heel snel naar huis. Hey, Pippi? Ja. Yeah. Nou, dat is hier hartstikke goed gedaan. Hij heeft niemand gebeten. Dus, wij gaan weer terug naar huis. Pippi, ga naar huis. Jij. Wij zijn onderweg. Achter liggen er weer mooi bij. Bootjes. Zo, we zijn even bij het bos gestopt. Gaan we hier even wandelen in de schaduw, oké? Alles nieuw, geurtjes nieuw. Tot zo. Ik ben even flink aan het werk voor Lifestyle Nieuws. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus daar ga ik nog even mee door. En daarna ga ik Pippi uitlaten. Die heel relaxed naast mij ligt te chillen. Op zijn eigen handdoekje. Daar ligt hij altijd lekkerder dan op zo'n warm dekentje. Dus ik leg dan het handdoekje erop. En dan gaat hij er gelijk lekker op chillen. Huh? Hij voelt zich prima. Nergens last van. Na de inenting. Dus helemaal fijn.